en goedenavond. Onze kijkers kennen van de bevrijding vooral de beelden van onmetelijke vreugde en uitgelatenheid bij de komst van de geallieerde troepen begin september 1944. Maar ook toen had de medaille een keerzijde. Om te beginnen ging het om een machtsstrijd waarbij rivalen moesten uitgeschakeld worden. De Belgische regering te Londen onder leiding van eerste minister Pierlot was er inderdaad ver van zeker van dat ze bij de bevrijding de macht zomaar meteen zou kunnen overnemen. Zij vreesde zowel een machtsgreep van het koningsgezind verzet als een revolutionaire volksopstand van de partizanen. Vandaar dat reeds tijdens de oorlog slechts met mondjesmaat wapens werden geparachuteerd. Vandaar ook dat de regering aanstuurde op het herstel van de wettige overheidspersonen van de 10e mei 40, die moesten instaan voor orde en veiligheid. De verzetsorganisaties moesten zich aan hen onderwerpen. Daarbij werd ook gerekend op de geallieerden, met wie trouwens de 16e mei 44 was afgesproken dat deze het gezag van de Belgische regering en van de herstelde Belgische bestuurslichamen en personen overal in het door hen te bevrijden en niet te bezetten land zouden erkennen. Daartoe waren een 50-tal verbindingsofficieren als afgevaardigden van de regering met de geallieerde troepen meegestuurd om de naleving van deze richtlijn te verzekeren. Ook nog tijdens de radioreden van Pierlot de 3 september 1944 vanuit Londen werd gesteld dat de collaborateurs snel en zonder zwakheid zouden bestraft worden, maar dat alleen de rechterlijke overheid mocht oordelen en veroordelen. Geen enkele daad van persoonlijke of collectieve wraakneming of eigenmachtig optreden zal toegelaten worden, aldus Pierlot. Maar uit hetgeen zich bij en na de bevrijding heeft voorgedaan, zal hierna blijken hoe moeilijk het voor de regering was de gebeurtenissen in ons land in de hand te houden. Een land waaruit ze 4,5 jaar lang afwezig was geweest en waarvan ze willensnillens was vervreemd, niet tegenstaande haar permanente zorg om contact met het bezet gebied te onderhouden. Zelf miste de regering de bevrijding. Na herhaalde mislukte pogingen kon ze maar verscheidene dagen later, namelijk de 8e september 1944, over een vliegtuig beschikken om naar België terug te keren, waar de ontvangst meer dan koel was. Daar was bij de bevrijding een gezagsvacuüm ontstaan, een ware chaos, die ook niet door het verzet kon bedwongen worden, bijaldien het daartoe bereid zou geweest zijn. Het liep volledig uit de hand. Van enige vorm van ordehandhaving kon er toen weinig of geen sprake zijn. De massa was niet in te domen, zoals onder meer te Antwerpen bleek. Dat was een feestklimaat, natuurlijk, zoals overal. Maar zoals dat in zo'n gevallen gaat, zijn de mensen die werkelijk spontaan feest vieren en zijn er anderen die op de loer liggen om een slag te slagen. Die heb je altijd en die kun je niet vermijden. En dat was natuurlijk hier ook het geval. Met mijn man die ik bij mij had, ben ik naar een andere poog gegaan. Daar was voedsel genoeg voor heel Antwerpen te voorzien en nog verder als Antwerpen. Voor hoe lang? Oh, ik denk minstens voor 13 maand. Nou, voor heel Antwerpen? Ja, er stak enorm veel voorraad in andere poog. Wat stak er allemaal in zo? Oh, boter, likeuren, tabak, sigaretten, sigaren, noem maar op. Bloem. Dat kind dan de bloem met de macht. Boter, van die Deense boter in tonnen zo. En dus die mannen hebben daar de wacht gehouden? Die mannen de wacht, zeg ik, zal een middelkulp gaan halen en versterking. Nee, waar, om de entrepot te bewaren en die over te maken onder de autoriteiten van de ravitaillering, dan is er dus voor Antwerpen toch, zeker al voor de ganse stad, een voldoende ravitaillering. Maar als ik teruggekomen ben met de versterking, heb ik maar één ding en weer te doen gehad, dat is de manier omkeren maken dat ik wegkwam. Waarom was dat daar zo gevaarlijk? Oh, dat was, al het gepeupel was op de nap de entrepot afgekomen, dat zag zwart van volk. Aha. Vrouwen, mannen, kinderen, alles. En allemaal roofden zoveel dat ze konden, dus niet waar. Waar dan pieken? En sleepte weg, natuurlijk, sleepte weg. Ik heb er gezien, tot aan hun knieën in de botertrap om een paar kassen sigaren te kunnen pakken. Ja, waar? En we hebben dat geprobeerd orde in te steken. Dat was niet te doen, absoluut niet. Er waren geen mannen genoeg. Of we moesten natuurlijk met scherp gaan schieten en op ons eigen volk gaan schieten. Ja, dat deed ik. En daar was geen sprake van. Hij moest teruggetrokken en me laten begaan. De bevrijding betekende ook en vooral de repressie of bestraffing van de collaborateurs. Dit was na de Tweede Wereldoorlog onvermijdelijk, omdat die oorlog voor onze bevolking diepe wonden had geslagen, veel ellende en leed had veroorzaakt,
verregaande onvrijheid en onderdrukking had opgelegd. Ze was des te meer onvermijdelijk omdat met repressie niet alleen de georganiseerde of gerechtelijke bestraffing wordt bedoeld, waarover wij het in later programma's van deze reeks zullen hebben. Maar daarnaast was er ook de spontane of zogeheten straatrepressie, waaronder de bestraffing dient verstaan die bij en na de bevrijding van begin september 1944, maar ook nog bij het einde van de Tweede Wereldoorlog, begin mei 1945, werd toegepast, niet alleen door een losgebroken en uitgelaten volksmassa, maar ook, en volgens sommigen vooral, door het verzet of wat daarvoor toen doorging. Hieraan zijn onze eerste twee programma's gewijd. In Antwerpen, zoals trouwens een beetje overal in ons land, is dan de straatrepressie losgebroken. Hè? Ja. Ik zou u willen vragen, u als verzetsman, hoe oordeelt u over die straatrepressie? Ja, ik zou dat heel kort kunnen beantwoorden dat ik daar een beetje beschaamd voor ben, als ik er niet dan verantwoordelijk was voor geweest. Maar de stad was in feest, het gepeupel liep rond. De wereld Duitsers langs alle kanten aangehouden en aangebracht. Het was een klein beetje... Een chaos. Een chaos, nietwaar? Een volledige chaos. Je hebt mij gezegd, een kokende nutsenpot. Een kokende nutsenpot, je kunt het niet beter zeggen. Ja. Je kunt het niet beter zeggen. Men hoefde maar te zeggen, de dien zijn een zwarte geweest. Een weerstandsoor hoorde het, met twee, drie stoven ze erop af. Hij werd overmeesterd, geslagen en mishandeld. Hij werd naar de Inseviki kampen gevoerd of ergens in de kelder gegooid. Twee, drie dagen, weet ik veel. Dat was toen schering en inslag. Wat zoveel landgenoten gedurende meer dan 4 jaar lang aan woede en haat hadden opgekropt, wegens de doorstane ellende en ontberingen, de honger en de kou, de onvrijheid en de vervolgingen, kwam bij de bevrijding tot uitbarsting. Dit alles moest zich normaal tegen de Duitsers gekeerd hebben, want die waren bij ons binnengevallen. Die hadden de collaboratie doen ontstaan. Zonder de inval van de Duitsers was er van collaboratie zelfs geen sprake geweest. Maar de Duitsers waren weg, samen met de grote, de ergste collaborateurs naar de Heimat, om daar de oorlog voor te zetten. Enkel bleven over de lichtere gevallen, de kleine, echte of vermeende Inseviken, op wie men zijn woede en haat kon uitwerken. Op hun rug kwam alles terecht. Ook hetgeen in feite de Duitsers hadden begaan. Het was tevens een gedroomde gelegenheid om jarenlang gevoede naijver, afgunst, persoonlijke veten, familie- of burenruzies meteen een oplossing te geven en wraak te nemen. Het was de tijd waarin iedereen volkomen straffeloos een landgenoot kon aanklagen, want enkel al de aanhouding en de opsluiting in een interneringsoord was voldoende voor de openbare opinie. Als ze worden opgesloten, zullen ze wel schuldig zijn, dacht die openbare opinie. Bovendien werd de inboedel van de verdachte dan ook nog kort en klein geslagen of gestolen. En de normale verdedigers van een geordend staatsleven, die moesten instaan voor een rechtvaardige beoordeling en behandeling, waren bang voor de macht van de straat en lieten begaan. U als verzetsman, hoe oordeelt u over de in ons land ontstane straatrepressie? Dat is toch een vraag die spontaan door iedereen zou beantwoord worden, denken die even nadenkt. Dat kan niet, hè, straatrepressie. Maar die heeft zich voorgedaan bij ons. Dus, ja, ze heeft zich voorgedaan. Dus, vermits het volgens mij niet kan, keur ik het af. Dat is duidelijk. In alle omstandigheden keurt u dat af, de straatrepressie? Ik keur dat in alle omstandigheden af, ja. Meent u dat de straatrepressie onvermijdelijk was? Ik vrees het, ja. Ik vrees dat het onvermijdelijk was. U mag niet vergeten, en goed, de mensen die toen leefden en die dus de oorlog hebben meegemaakt en de bevrijding. U mag niet vergeten dat toch tienduizenden mensen geleden hadden. Geleden hadden onder de bezetting, familieleden hadden zien verdwijnen. Bij de Joden was een verschrikkelijke vervolging geweest. Mensen die
zich tegen de bezetter verzet hadden, werden beteugeld enzovoort enzovoort. Een aantal mensen gefusilleerd, een aantal mensen in de gevangenis, een aantal mensen in concentratiekampen. Dat betekent dat er spontaan een werkelijke woede-uitbarsting ontstond, die ik dus, ik herhaal het, afkeur wat betreft zijn uitingen in straatschuimerij, maar die ik begrijp in deze zin, dat als ik een antwoord moet geven op uw vraag, onvermijdelijk, dat ik moet zeggen, helaas, ja, onvermijdelijk. Ja, ik meen dat dat juist is. Dat was onvermijdelijk, ook voor diegenen die daar het slachtoffer van zijn geweest. Wij hebben gedurende jaren in Radio Londen horen vertellen dat we elk onze zwarte gingen kunnen krijgen. En in de Hollandse Post was dat nog veel erger. Daar sprak men van Bijltjesdag. Bijltjesdag, dat was de dag van de bevrijding. En zo heeft men werkelijk bij een heleboel mensen, eventueel bij mensen met meer primaire geesten dan anderen, men heeft bij die mensen de mentaliteit aangekweekt dat men de dag van de bevrijding nu eens erop los kon gaan. En dan is alles gepermitteerd. Dan gebruikt men de plunderingen van huizen, dan gebruikt men het misbruiken van gevangenen, het slaan op gevangenen, het martelen eventueel van gevangenen. Dat zijn de gevolgen van een normale volkswoede. En dat moesten de collaborateurs gedurende de oorlog weten. Want zij hebben ook geluisterd naar Radio Londen. Ze hebben ook geluisterd naar Radio Oranje. En zij wisten wat hen te wachten stond. Trouwens, gedurende de bezetting hebben ettelijke bekenden van mij, die toen collaboreerden, mij herhaaldelijk gezegd, ja, wij weten het wel, we zullen gefusilleerd worden, jij zult ons fusilleren als de oorlog gedaan is. Gelukkig, ze zijn niet gefusilleerd. De meeste van die mensen zijn trouwens na zeer korte tijd uit de gevangenis vrijgekomen. Het is opvallend hoe van verzetzijde steeds wordt gesproken van spontane volkswoede. Maar niet iedereen is daarmee akkoord. U schijnt evenwel niet te geloven in de spontaneïteit van de volkswoede tegen de collaborateurs bij de bevrijding. Inderdaad. Ten eerste is het buiten twijfel dat bijvoorbeeld de communisten, het onafhankelijkheidsfront, dat die bijvoorbeeld door de straten van de stad liepen en de mensen ertoe aanzetten om bijvoorbeeld een huis in brand te steken of heel de inboedel naar beneden te gooien enzovoort. Dus in die zin geloof ik dat er opruiers geweest zijn die de repressie erger hebben gemaakt. Het is zonder twijfel zo dat bij de plunderingen die plaatsgegrepen hebben, bij de afrossingen die plaatsgegrepen hebben, er ook geweest zijn van diegenen die er profijt uit haalden en die helemaal met verzet niks te zien hebben. Trouwens, hier stelt zich ook het geval van de verzetstrijders van het laatste uur. Wij kennen allemaal dergelijke gevallen. En die waren ter zake veel fanatieker dan de echte verzetslieden, want zij moesten het nog bewijzen dat zij het geweest waren. En dat was volgens hen een bewijs. Ik moet u zeggen dat ik er in de eerste dagen na de bevrijding heel veel heb zien rondlopen in allerlei gewaden en carnavalskledij die ik nooit tijdens de oorlog had ontmoet, gezien of waarvan ik het bestaan helemaal niet vermoedde. Want degene die met allerlei armbanden, helmen en stukken militair gedoe rondliepen, of dat verzetsmensen waren, daar heb ik mijn grote twijfels over. Toen alles veilig en wel was, de dook er langs alle kanten weerstanders op. Met paradering van sterren, strepen, wapens, mijn gordel, patroontassen, geweer op de nek, granaten achter de gordel steken, 3-4 granaten. Duitse, meestal Duitse met zo'n steel aan. Ja. Om krijgshaftig te kunnen doen en te zeggen, zie wat ik gedaan heb. Maar dat was mijn parade. Niemand waar hij tijdens de bezetting ook mogen gestaan hebben, kan eraan denken zijn achting en zijn genegenheid te onthouden aan de eerlijke landgenoten die tijdens de oorlog in de rangen van het verzet gestreden en geleden hebben.
Uit eerbied voor de vele doden van het verzet en de inzet van de overlevenden moet daarom voorbehoud worden gemaakt voor de nog veel talrijker verzetslui van het laatste uur, bij wie het idealisme dikwijls ver te zoeken was en bij wie dikwijls profiteurs en zelfs ongure elementen schuilgingen. Dikwijls zijn zij het geweest die tot uitspattingen overgingen en het verzet hebben gediscrediteerd. Nog jaren na de oorlog werd zelfs door een vooraanstaande van het verzet bij de minister voor Landsverdediging op een drastische zuivering van de nochtans officieel erkende verzetslui aangedrongen, louter op basis van de tijdens de oorlog in het verzet bewezen diensten. Hij besloot zijn brief als volgt. Mocht men zo handelen, dan zouden er mijns inziens niet meer dan 25.000 weerstanders zijn, die tenminste de verdienste zouden hebben echte te zijn en niet langer de schande zouden moeten beleven met gangsters, schooiers, huichelaars en bedriegers te worden vermengd. Einde van de aanhaling. 25.000 echte verzetslui. Hierbij denken wij aan de mededeling van de minister voor Landsverdediging van de 11 november 1946, volgens wie de getalsterkte van het verzet bij de bevrijding 221.590 eenheden bedroeg. Historicus professor Lode Wils bestempelde het aantal van 85.000 gewapende verzetslui van oktober 1944 als grotesk. Ook hij heeft het over de enorme toeloop van leden na de bevrijding. Het aantal manschappen bepaalde de invloed en de macht van de verzetsleiders, alsmede hun rang en bezoldiging waarmee ze in het leger zouden worden opgenomen. Ook wilden de verzetslui via een groot aantal hun stempel drukken op de politiek van het land waarvoor zoveel kameraden zich hadden ingezet en hun leven gelaten. Pas in de tweede helft van november 1944 werden de verzetslui ontwapend. Tot dan toe hadden ze de lakens uitgedeeld en ook daarna nog vormden zij een macht die op de gerechtelijke repressie woog. Ik geloof dat men toen ook in die dagen zeer sterk voor aansluiting bij het verzet heeft geworven. Hè? Oh, vanaf de eerste dag. Er zijn groeperingen, dus niet waar. Men kan geen namen meer noemen. Dat is te lang geleden, maar de meeste groeperingen, mag ik zeggen. Dus niet waar, hebben mensen aangeworven zoveel mogelijk. Want de politiek begon te spelen. En dan moest men zeggen, voilà, ik heb zoveel man staan, ik sta met zoveel en ik heb die macht. Om zichzelf, laten we zeggen, in de hoogte te steken. In de hoogte te steken, om zichzelf vooruit te zetten. Dus nu waar op het stamp. En deden alle verzetsgroeperingen daaraan mee? Min of meer alle. Deel meer dan anderen. Dat mij betreft, dat mag ik heel gerust zeggen, en daar sta ik op. Dus nu waar, ik was daar onverbiddelijk tegen, niet waar, wie niet kon bewijzen. Of wie ik niet wist die werkelijk onder de bezetting had gewerkt, die had bij mij geen genade. Zelf familieleden. Zelfs familieleden, zegt u? Ja, die kwamen vragen dus waar we in de weerstand te komen. Ah, bij u? Bij ja. U? Ah, uw familieleden? Ja, ja, en, ja. Categoriek geweigerd. Nou, er waren toen ineens veel patriotten, hè, in die dagen. Ah ja, als al die patriotten werkelijk in de weerstand hadden gestaan, dan vraag ik me af dat er nog geen Duits in België zou geweest hebben. Dan had de geallieerden niet meer nodig geweest om België te bevrijden. Is het ook niet zo geweest in die dagen dat aangezien heel wat verzetsleiders waren opgepakt geweest en laten we zeggen in Duitsland weggevoerd waren, dat ook heeft geholpen om een groot aantal bevrijdingsverzetsluiten te doen ontstaan, aangezien er onvoldoende leiders waren om dat allemaal te controleren? Dat is heel juist hetgeen dat gezegd, nietwaar? Ik heb het al juist gezegd, veel leiders waren aangehouden toen hier in Antwerpen. Als ik in Antwerpen op 14 juli 1944 aangekomen ben aan mijn vlucht uit de gevangenis. Wel, het onafhankelijkheidsfront stond met 5 of 7 man, maximum. Een korte tijd voor de bevrijding heeft de BNB Limburg een groot aantal uniformen ontvangen, verzetsuniformen, laten we zeggen overalls, met het oog op de bevrijding. Hoeveel uniformen hebben jullie ontvangen voor Limburg hier? Voor Limburg zijn er in het totaal 6.000 uniformen geleverd. Dus 6.000 in totaal, dat is een groot aantal. Enkel voor Tongers hier 2.000. Maar hoeveel BNB'ers waren er hier in het Tongerse tijdens de bezetting?
Ja, tijdens de bezetting zullen we zeggen dat er plus minus 100 aangesloten leden waren, waarvan 12, 15 actief waren. Want meneer heeft hier de hele tijd zitten te glimlachen in verband met mijn vraag. Is daar een reden om te glimlachen? Ja. Het feit is zo dat vele mensen zich zo'n uniform hebben aangeschaft, op welke manier, dat weet ik niet. En dat zijn degenen die de weerstand in het algemeen in discrediet hebben gebracht. Want na de bevrijding was iedereen van de weerstand. Terwijl tijdens de oorlog het maar enkelingen waren die werkzaam waren. Hoe meer leden men had, hoe hoger de graden zouden zijn van de kopstukken. Ah ja, de organisatie die bij de bevrijding de meeste leden telde, zou ook hoogst in graad geraken. Kregen de hoogst gegradeerde. Cessa. Ah, ja. Wie heeft allemaal die uniformen van de BNB aangetrokken bij de bevrijding? Ja. We moeten de toestand van toen kennen, dat was nog wanorde. En dat zat een groot gedeelte in Schuiloord. Degenen die overgekomen waren naar hier, waren al bezig met het verhinderen van plunderingen enzovoorts. Dan zijn er mensen gekomen, die uniformen lagen daar. Ja, die hebben doodgewoond. Ik ben ook van de weerstand, want ik ken die en ik ken die. En ja, die jongens die daar stonden, die wisten ook niet wie van de weerstand was. Want dat was in de oorlog wist ik niet dat hij van de weerstand was. En ik wist ook niet dat hij ervan was. En zij wisten niet dat ik ervan was. Dat was om het verklikken dus, dat zo min mogelijk leden zouden kunnen verklikt worden aan de Duitsers, in geval dat er iemand zou opgepakt worden. Gij die, laten we zeggen, duidelijk van tijdens de oorlog, van tijdens de bezetting, al in het verzet stond, en ik zou zeggen, het verzet dat tot gewapende acties is overgegaan, hoe oordeelt u over zulke verzetslui die werkelijk op het laatst op een trein zijn gesproken? Oordelen? Ja, daar ga ik u rap met enkele woorden op antwoorden. Die hebben dat gedaan niet meer uit vaderlandsliefde, maar uit schrik. De meeste toch, 95 ten 100. Uit schrik, ze hebben in de bezetting iets miskerfd. En dan zoeken ze wat ruggensteun. Ik ben in het verzet geweest. Dat heeft ons zaak bedorven. Ik zeg het nu recht uit. Dat heeft onze zaak een geweldige deuk gegeven. Er waren bandieten, echte bandieten, die mensen overvielen, die zelfs niks hadden. He, dat mocht niet. Maar dan, op het laatste, onderkomen gezocht met ons of de BNB af te keuren. Het gevangen bij mij. Dat deugt niet. Ze hebben ons bezwadderd over de hele lijn. Door die houding, wat die mannen aangenomen hebben. Heeft u zulke nieuwe verzetslui meegemaakt die zich na de oorlog, met de mond tenminste, acties toe-eigenden? Ja, ja, op café. Ik heb na de bevrijding hier en daar een pint gedronken voor alles een beetje weg te krijgen uit mijn hoofd. Het was geweldig. En dat ik op café stond, aan den toog, ik heb het 3 maal meegemaakt. Acties die ik zelf uitgevoerd heb. Dan kwamen ze tegen mij zeggen, ik heb dat gedaan en zo heeft dat gedaan en ik wist er alles van en ik zei er niets. Ik kwam acties vertellen die zij zouden gedaan hebben en die eigenlijk door u waren uitgevoerd. Die ik zelf gedaan heb. Voor fair, hè? Hey, dat is toch wel straf, hè? Ik begrijp enkele mensen niet, hè? Daar waren er zelfs bij een uniform aangetrokken die verdacht waren van incivisme. Die achteraf dat de uniform hebben moeten uittrekken en weggebracht zijn. Bedoelt u klaar en duidelijk dat er mensen die bekend stonden als collaborateurs in civieken, dat die verzetsuniformen van de BNB hebben aangetrokken? Daar zijn er geweest. En daar had je in die zich zelfs niet schaamde, die de tenue aangehad hadden van zwarte brigade, zelfs NSS'er. Die tijdens de oorlog de uniform van SS gedragen heeft. En die na de bevrijding bij en jullie... En die simpelweg dat uniform van SS uitgedaan heeft en zegt, ik ben van de Witte Brigade. Oh ja. En spijtig genoeg, voor de weerstand, werd dat allemaal maar aangenomen. Nou, kwamen er in die bevrijdingsdagen bij het verzet ook geen mensen, hoe zou ik dat zeggen, die veel moesten doen vergeven? Oh, natuurlijk. Ik kan u een voorbeeld aangeven, nietwaar? Zeker een Breugelmans. Breugelmans? Oh, dat is een drukker. Was dat geen een drukker? Ja. Een drukker, ja.
En die heeft drukwerk voor de Duitsers gemaakt, maar ook, dus niet waar, de vlag gedrukt. De dag, hè? De dag, pardon, ja. De dag gedrukt, hè? De hele oorlog, denk ik. De hele oorlog praktisch, ja. En die was toch niet bij het verzet, zeker? Die was bij het NKB, of dat die onder de oorlog bij het NKB was, dat weet ik niet, hoor. Dus die had de hele oorlog, de dag, collaboratieblad, ja, gedrukt. Ja, ja. En die gaf zich dan uit voor verzetsman bij de bevrijding. Ja, ja, ja. En is die opgetreden al als een verzetsman? Ja. En beschermd door de groepering. Er zijn een andere, zeker van Leuven, die een groot collaborateur is, die in Non-Ferrand Metalen werkte. Ah, ja. Die veel geleverd heeft aan de Duitsers. He? Enorm geleverd, voor miljoenen en miljoenen geleverd aan de Duitsers. Dus, ja. En die had zijn eigen gebombardeerd als chef van de veiligheid van de weerstand. Chef van de veiligheid? Ja, en die had de bureaus van de Gestapo aangeslagen, dus niet waar, en dat noemden ze Villa Matrek. Ah, ja. En die speelde daar de grote baas. Ah, ja. Ik heb hem dan persoonlijk aangehouden in handen van de auditeurgever, die is later veroordeeld geweest natuurlijk. Ah, ja. Ik heb gesprekken gehad met enkele meer dan verzetsleiders van het verzet. Hè? Hm. Dus echte verzetsleiders die dus tijdens de oorlog vooraanstaande post bij het verzet hebben bekleed. En die hebben mij gezegd dat zij, spijtig genoeg zeggen ze dat niet op televisie, maar ze hebben mij persoonlijk verklaard dat zij zo gedegoûteerd waren over hetgeen in die dagen gebeurde, dat ze achteraf met het verzet niets meer hebben willen te maken hebben. Ja. Dat is het einde van de wereld, hè? Ja, zoals je wilde. Ik ken de verschillen dus, niet waar. En als ik mijn geval mag aanhalen, niet waar. Vanaf de we zijn de vierde bevrijd. De 7 september heb ik voor de eerste keer mijn ontslag aangeboden. Jij ook? Ja, dat driemaal toe. Ook uit die groep? Ja. Aha. Ja. En hebben ze aangedrongen, ze zegt een figuur zoals u, dus niet waar, die zich terugtrekt en uit de weerstand gaat en verdwijnt. Dat is een slag in het gezicht van de weerstand. En om die morele reden ben ik gebleven, maar anders ik was vastbesloten. Maar hoe was dan de situatie van het Belgisch gerecht in die eerste tijd na de bevrijding? Want nu kan, laten we zeggen, mensen zo kunnen toch maar niet andere mensen zomaar aanhouden. Hè? Dat moet door de gevestigde machten gebeuren. Hoe verklaart je dat ontbreken van het optreden van het Belgisch gerecht toen? Er was in die tijd geen Belgisch gerecht dat ze gezag kon laten gelden. Ze konden op niemand steunen. De Rijksorde en de politie hadden geen wapens. Het was de weerstand die hier de macht in handen had. Was dat een toestand van revolutie? Op het randje. Het is steeds de bedoeling van de regering Pierlot geweest het gewapend verzet als mogelijke politieke concurrent te ontwapenen en te vervangen door een geregeld leger en een herbewapende rijkswacht in te zetten voor de ordehandhaving. Maar de tijd ontbrak om zulks meteen bij de bevrijding in toepassing te brengen. Want ons land is veel vlugger bevrijd geworden dan men in Engeland ooit had kunnen denken, namelijk in nauwelijks enkele dagen. Bij de bevrijding en nog verscheidene weken daarna had het gewapend verzet vrij spel, omdat de ordestrijdkrachten feitelijk waren uitgeschakeld. Want de door nieuwe ordeofficieren en manschappen geïnfiltreerde gemeentepolitie en rijkswacht hadden niet het vereiste morele gezag ter bescherming van collaborateurs en verdachten. En bovendien en vooral waren de ordestrijdkrachten door de Duitsers nog voor hun aftocht ontwapend geworden. Uit vrees de toestand niet te baas te kunnen, verzocht Pierlot de geallieerden om wapens voor de Rijkswacht. Die waren te Arromanches in Normandië wel voorhanden, maar wegens gebrek aan transportmiddelen konden die niet worden afgehaald. De wapens werden dan eind september, begin oktober 1944 boven het vliegveld van Grimbergen gedropt. Onder de grootste geheimhouding haalden rijkswachters in burgerkledij de uitgeworpen 10.000 geweren en 3.000 stenguns af. De regering Pierlot speelde nogthans dubbel spel. Aan de ene kant trachtte zij het verzet voor zich te winnen, doordat zij het de 13 september 1944 erkende en wapendracht toestond. Maar aan de andere kant wapende ze zich tegen datzelfde verzet met het uiteindelijk doel dit als machtsconcurrent uit te schakelen.
Met het ontwapenen ervan werd midden oktober 1944 begonnen. Maar het zal nog tot in de tweede helft van november duren alvorens het verzet echt zal kunnen ontwapend worden. En dan nog, omdat de geallieerde bevelhebber op aandringen van de regering Pierlot met inzet van troepen had gedreigd. Troepen die eveneens door toedoen van Pierlot in België waren gehouden om eventuele binnenlandse ongeregeldheden te kunnen bedwingen. Tot zolang had het verzet de feitelijke macht uitgeoefend. En tenslotte heeft de regering de opname van de gewapende verzetslui in het Belgisch leger bewust geremd. Van de 80.000 gemobiliseerde verzetslui vonden slechts 25.000 hun weg naar het leger. Je weet dat de weerstand ook zeer actief was in die tijd. Die waren beter en zwaarder gewapend als de Rijkswacht. Aan de hand van hun wapens trachten ze over ons het gezag te vestigen. En dat ze ook gepoogd hebben, dat ook gedurende een maand of twee, drie gebeurd is. Ik verwijs naar de Ensevieke kampen in de omgeving van Genk, waar wij zogezegd als planton buiten de draad liepen, terwijl zij buiten binnen, het kamp eigenlijk? Buiten het kamp, ja. Buiten de draad. Buiten de omheining? Buiten de omheining. Liepen wij, ja. Terwijl zij binnen de omheining het voor het zeggen hadden. En jullie mochten niet binnen? Nee. En hoe verklaart u, meneer Dekkers, dat de officiële Rijkswacht niet in het kamp mocht? Ja, hoe verklaart u dat? De Witte Brigade of de Weerstand, die waren daar. Zij hadden de wapens, wij hadden ze niet. Zij waren de baas, wij hadden niks te zeggen. Heeft u daar geen bedenking in? Ja, bedenkingen in die zin. Nu is het Jan Hagel, baas van de straat. Die bedenking heeft mij gemaakt. Al van Noah's weg, geen verzorging, geen verzorging, niks. Want wassen of iets, dat konden u praktisch niet doen met een ganse bende vrouwen. En als vrouw heb je werkelijk een verzorging nodig, die je op een eentje moet kunnen maken en niet onder 100 ogen, als ik het zo mag uitdrukken. Dus dan daar in de dierentuin in de Lieve Koalen zaten veel vrouwen, veel mannen. Ik heb daar ook ZB-mannen gezien, nog met hun vormen aan. Ik heb ook slagen gekregen, zoveel slagen gekregen. Ik heb ook gehuild. Ik heb zelfs gebeden dat ze me zouden doen schieten. Dan waren ze dan ook gezien. Ik vertel alleen de waarheid en wat met mij gebeurd is. Dus ik heb daar gezeten, ik heb me zoveel mogelijk in dat hokje gehouden wat er normaal gaat in slapen. Die twee vrouwen die bij mij zaten, dus ook van mijn neven dorp, hebben dat ook gedaan. En we hebben meestal met de ruggen naar de mensen gezeten, want we werden bespot, beschimpt, wat gemaakt, vooral wat gemeen en lelijk was. Wat doet je? U beschermen? Je kon u niet beschermen, maar je deed toch alles om u te beschermen, al was het maar met de rug. Ondanks dat je dan veel stoten en kloppen in uw rug kreeg, waar ik dus nog altijd de gevolgen nu van draag. Ik kan niet verdragen dat er iemand in mijn rug kan zitten. Ik moet dus het volle zicht op de personen hebben waar ik mee in contact ben. Hier in Antwerpen is betrekkelijk goed gegaan. En dat is wel een grote factor geweest dat er in Antwerpen geen gruweldaden zijn gebeurd, zal ik zeggen. Ik wil zeggen, dus zo meer executies. Geen moorden of geen doodslag. Geen moorden of geen doodslag, zo meer executies. Maar we moeten nu van Antwerpen toch ook niet het zuiverste oord van België maken. Oh, want, meneer Pilaat, vrouwen en mannen, echte of vermeende collaborateurs, zijn in september 1944 hier te Antwerpen door het verzet, of wat als verzet doorging tenminste, in de lege kooien van de dierentuin opgesloten geworden. Hè? U behoorde tot het verzet, u was een van de leiders en u was daarvan ongetwijfeld op de hoogte.
Hoe kon u dat goedkeuren, dat zoiets gebeurde? Voor eerst, uw vraag is niet perfect gesteld, zou ik dat stellen. Dat kan, ja, dat kan. We zijn niet volmaakt. Hè? Want het verzet had daar niks mee te maken. Hoezo het verzet had daar niks mee te maken? Het verzet had daar niks mee te maken. Het werkelijk verzet, dus het coördinatiecomité en de leiders van de groeperingen die gekend waren en die de actie in handen moesten hebben, dus niet waar? Die hadden er niks mee gemaakt, ze zijn niet geraadpleegd. En de Jorde is niet vandaar gekomen. Maar meneer Pilaat, Grisard. Grisard van het geheimleger, hè? Van het geheimleger. Die had daar toch zijn hoofdkwartier in de zoo. En de NKB zat, dat waren toch ook officieel verzet van tijdens de oorlog, zaten toch in de zoo. Het waren toch niet alleen mannen van de bevrijdingsverzetslui die daar waren. Nee, daar heb je gelijk in. En de zoo was wel voorzien. Nu waren als een verzamelpost voor het geheim leger. Maar anderen zijn erop afgekomen, dus niet waar. Andere groeperingen hebben zich ook gevestigd. En daarbij ook de straatrecruteurs, zal ik zeggen. De straatrecruteurs? Recruteurs, ja. Ah, ja. Zij die zichzelf meestander noemden, zichzelf commandant noemden, dus niet waar. En begonnen te werven om te zeggen, ik heb mannen. Ah ja, om zich belangrijk te maken. Om zich belangrijk te maken. Zoveel mogelijk aansluiting. Ja, dat was dan een warboel iets formidabels, dat kunt u niet voorstellen. Ik twijfel eraan of dat het werkelijk van onze bezetting waren die dat gedaan hebben. Ja, ja. Ik denk meer dat gepeupel is dat er op les erbij gesprongen is. Die op de trein gesprongen zijn als ze voorbij reden. Ik weet, de oorsprong daarvan ligt bij mijn weten bij mensen van de zoo, die in de zoo werkzaam waren. En die tot een weerstandsbeweging behoorden. En die de geniale gedachte hadden om dat te doen. Maar om die toestand volledig te zuiveren, was het noodzakelijk van een akkoord te hebben tussen de verschillende weerstandsbewegingen, omdat zeer waarschijnlijk één van de weerstandsbewegingen aan de oorsprong lag van heel de toestand in de zoo. NKB? Wellicht. Wie had men dan zoal in die kooien voor wilde dieren opgesloten? Oh, alle soorten mensen, voornamelijk nu waren. Vereerst die meisjes van plezier van de Stadse kwartier. De meisjes van plezier? Ja. Ah, die publieke omdat vrouwen? Omdat ze met de Duitsers meegelopen hadden. Ah ja. De hoeren eigenlijk. Ja, dat noemt ze zo. Heeft men daar opgesloten. Ja, men noemt dat zo, hè? Ja, men noemt dat. Ja? Wie nog? Ja, alle soorten mensen al dat ze konden bijeendrommelen van de omtrek. Wat weet ik allemaal dat ze daarin gestoken hebben, dus nu waar. Niet alleen meisjes van plezier zaten inderdaad in de kooien, maar ook echte collaborateurs, zoals een toekomstige ter dood veroordeelde Bert Peleman en een Vlaams nieuwe ordeboegbeeld zoals toondichter Jeff van Hoof. Dramatisch was alleszins het geval van een Antwerpse volksvrouw die ook al was opgepakt omdat ze kuisvrouw op de commandantour was geweest. Men had haar kind afgenomen en zij had haar laatste centen aan een bewaker gegeven om te weten te komen wat met haar kind gebeurd was. Om haar pijn te doen had de verzetsman haar gezegd: wij hebben er een engeltje van gemaakt. Daarop had ze haar polsen overgesneden. Gelukkig heeft men haar kunnen redden. Dus dan dat verdiend is er zo opgekuist. Allemaal die mensen die in het leven kooien zijn, hebben overgemaakt door de tiraat. Die waren aan Grisard hebben de opdracht gegeven van onmiddellijk naar het hoofdkwartier van de Thaïs te gaan en een ander kwartier te nemen. En hier de zoo te evacueren. En we hebben allemaal buiten uit de zoo uitgezet. Ah, ja. En de mensen dus nu waren door dit raad overgemaakt. De eerste dagen van de bevrijding was het alsof er geen Belgische grondwet bestond waarin de vrijheid van de persoon en de onschendbaarheid van de woning worden gewaarborgd. Hadden de collaborateurs tijdens de oorlog de grondwettelijke bepalingen aan hun laarzen gelapt, dan deden de verzetsgroeperingen bij de bevrijding en gedurende de eerste maanden daarna dat al evenzeer. Ze gingen tot een zeer groot aantal arrestaties en huiszoekingen over, zonder dat ze daartoe gemachtigd waren en zonder dat ze daartoe de vereiste bevelen hadden ontvangen. Daarboven zouden die verzetsgroeperingen slechts de 13e september 1944 bij besluitwet worden erkend, toen al de meeste aanhoudingen waren geschied. Toen de Belgische regering de 8e september 1944 te Everen uit het vliegtuig stapte, zaten de gevangenissen inderdaad al proppensvol en had men al in alle mogelijke gebouwen interneringscentra opgericht waarin tienduizenden
en nog eens tienduizenden werden opgesloten zonder dat er enig rechterlijk bevel was, tenminste 40.000 volgens de vroegere auditeur-generaal Gillissen en volgens Verbaat, de minister voor Justitie van toen, zelfs 70.000 verdachten. Door de overvloed van verdachten, door de overhaasting waarmee men te werk ging, deden zich onvermijdelijk vergissingen en fouten voor en werden onschuldigen opgesloten. Bovendien was het bijster moeilijk een onderscheid te maken tussen diegenen die als verraders werden aangewezen en anderen die het slachtoffer van persoonlijke wraakacties werden. Ja, dat is gebeurd. Ik ken daar verschillende gevallen. Schijnende gevallen van? Echt schandalige gevallen. Mensen die is niet waar, die de hele tijd hebben moeten blijven zitten, dus niet waar, omdat een auditeur hun dossier niet behandelde. En er zijn dus mensen die lange tijd hebben vastgezeten zonder dat ze ooit achteraf vervolgd zijn? Ja, die zelf... En hoe lang hebben ze dan vastgezeten? Ja, ik ken gevallen, dus niet waar, dat een jaar. Een jaar? Ja. Een jaar vastgezeten, ja, ja. En dan zijn ze vrij uitgegaan. Ja. En nooit vervolgd geworden. Nooit vervolgd geworden. Dat is het een en het ander, hè? Dat is schandalig, hè? Noem dat eenvoudig geen schandalig. Ja, als dat uit uw mond komt, als een van de leiders van het verzet... Ja, spijtig. Dat is de zwarte bladzijde van de bevrijding, maar het is gebeurd. Je moet het zeggen, het is de waarheid. En ik ken de gevallen persoonlijk. Een veelgebruikte methode tijdens en na de bevrijding was het opsluiten van gezinsleden zoals echtgenoten, kinderen, ouders, broers en zusters en zelfs verdere familieleden. Precies alsof die alle medeschuldig waren aan de collaboratie of vermeende collaboratie van de opgepakte of nog op te pakken in Civiek. De opsluiting van gezins- en familieleden was trouwens ook een middel om de gevluchte of ondergedoken verdachte onder druk te zetten en hem ertoe te verplichten zich aan te geven. Gaf deze zich dan aan, dan betekende dat in de praktijk evenwel nog niet dat die gezins- of familieleden dan ook daadwerkelijk werden vrijgelaten. Dikwijls bleven die maandenlang onschuldig opgesloten. Laten wij het voorbeeld nemen van verscheidene leden van de familie van Mathieu van Wijk, die nog maandenlang werden opgesloten nadat deze ex-Oostfronter, de Mazijk, op de bevrijdingsdag was doodgeschoten door verzetslui die in een huis verscholen zaten. Hoe ongelooflijk het ook mogen klinken, maar die dag was Mathieu van Wijk in uniform en gewapend met een mitraillette de straat opgetrokken en vormde voor de verzetslui ongetwijfeld een bedreiging. Hoewel in het geval van Mathieu van Wijk van gevlucht of ondergedoken zijn duidelijk geen sprake kon zijn, moest nochtans ook zijn familie eraan geloven. Die familie van Wijk sprak dus allemaal aan Joden. De vader werd aan Joden, de oudste zoon. Eén dochter, die zijn ze een half jaar later komen aanhouden nog, omdat ze op dat ogenblik nog minderjarig was. Dan en hoe oud was ze toen men haar aanhield? 16 jaar was ze toen ouder, ze werd aangehouden. En hoe lang zijn die familieleden dan in de gevangenis gebleven? De vader denk ik anderhalf jaar. De oudste zoon meen ik 10 maanden. En die dochter ook iets van een jaar. En zijn die achteraf veroordeeld geweest? De vader niet, geen veroordeling gehad, de oudste zoon niet, de oudste dochter niet. Niemand veroordeeld van die. En waren die dan ergens bij een beweging van de collaboratie aangesloten? Vader, oudste broer en dochter? Helemaal niet. Helemaal. Heb ik zo dikwijls al, die waren totaal apolitiek. Die deden thuis een zaak en die hadden helemaal niks met collaboratie te maken. Was u tijdens de oorlog bij een collaboratiebeweging? Absoluut niet. Ik was bij geen ene of geen enkele beweging dat met collaboratie te maken had. Ik was dus gewoon dochter van een VNV'er. En daar is dan alles wat voortgesproten wat ik allemaal meegemaakt heb. Had je geen twee broers die... Ja, ik heb twee broers die bij de ZB waar, zoals ik het zeg, of Zwarte Brigade, dus van het VNV had. Maar niet tegenstaande uw vader bij het VNV was, uw twee broers bij de Dietse Milice Zwarte Brigade, was u nergens aangesloten? Ik was nergens bij aangesloten. Maar nochtans heeft u bij de bevrijding het een en ander beleefd. Ze hebben de 5 september alles bij ons thuis komen kapotslagen en
gestolen al hetgene wat waarden had. Dat zijn ze dus allemaal mee lopen gegaan. Dan hebben ze vierde deur, ze hebben eerst mijn vader aangevallen, mijn Riek, hebben ze gestoken over het hele lichaam. Die waren dan al zwaar gewond van de slagen die het hem kreeg. En dan hebben de witte brigademannen, zoals wij ze noemen, hebben ons vierde deur op ons knieën gezet. En ze hebben mijn moeder en ook mijn haren afgesneden en ons gekloppen en geslagen daar waar ze krijgen konden. Dan is er natuurlijk iemand gekomen, een echte verzetsman, durf ik wel zeggen. Een fijne man. En die heeft gezegd dat moet hier gedaan zijn. Want per slot van rekening, ze gaven zich wel wat voor verzetsmensen, maar dat waren geen verzetsmensen. En ben ze stilletjes afgedropen. Maar dan de volgende morgen, 6 september 1944, ik kan niet meer juist zeggen het uur, maar ik denk dat het 9:30, 10 uur zo wat met geweest hebben. Dan is er een camion gestopt voor de deur. En ze hebben mij en mijn vader dus komen halen en ze hebben ons weggevuurd. Maar op die wagen zaten nog vele mensen van mijn gemeente. Zelfs ook onze burgemeester. En we zijn weggevuurd naar een stad. Die je liefst niet zegt. Ja, ik kan ze vernoemen. Maar het hoeft echt niet. Het hoeft niet, hè. Nee. En mijn vader is dus naar het gastenhuis gebracht. Mij hebben ze opgesloten in een school. Waar nog veel vrouwen en mannen en, ik kan zelf zeggen, bijna kinderen vastzaten. Ons hebben ze dus daar afgezet in die stad. En met een burgemeester en nog anderen ben ze verder gereden. Dan zijn ze meer richting Leuven gegaan. Ik zal dat stad noemen. Dan zijn ze meer verder richting Leuven gegaan. En als ik dan later terug te was gekomen ben, heb ik dus vernomen dat ze onze burgemeester onderwege dus zo gezegd was willen gaan lopen, maar naar het schijnt hadden ze hem van de wagen, van de camion afgestoten en hebben ze het omver geknald. Maar hebben ze dus opgesloten. Maar dan was het nacht, ik weet niet wat uur dat het geweest is. Ze hebben me daar, de zogezegde verzetsmensen, op een brits gebonden. Ik weet niet hoeveel dat er geweest zijn, maar met vieren zijn ze alleszins begonnen. Ik weet niet wat er allemaal gebeurd is. Ze hebben me dus verkracht. Maar door hoeveel weet ik niet, maar ik weet alleszins dat meer dan één zogezegde verzetsman geweest is. Want voor mij zijn dat geen verzetsmannen. Is dat zo'n beetje het gepeupel van de straat. Verkracht geworden, ja. Voor een meisje van 18 jaar. Dat draagt een stempel op je leven mee. Dat moet je meedragen, een gans leven lang. En dat kun je niet meer wegcijferen, je kunt dat niet meer kwijtgeraken. Dat denk je nog iedere dag aan, dat je zoiets hebt meegemaakt. Dat is de eerste fase geweest, dus mijn allereerste dag die ik beleefd heb. Ik ben thuisgekomen, mijn moeder was dan daar met mijn broertjes en ze verder schreeuwen van geluk dat ze me weer terugzag. Nog geen uur toe was, waren ze weer terug, daar kwamen ze me weer terughalen. Dan hebben ze me weer naar een ander dorp gebracht en hebben ze me daar weer opgesloten. Dan hebben ze me geklopt en geslagen, daar waar ze me krijgen konden. Ik was al zo ellendig, kapot eraan. Hoe oud was u toen? Ik was juist 18 geworden van juni. Dus in juni 18, als 10 september gebeurd is. En dan hebben ze me daar weer een paar dagen vastgehouden en ben ze mijn moeder nogal lastig vallen, nog maar gaan weghalen wat er nog te vinden was en zo verder. Daar een paar dagen weer ben ik weer vrijgelaten en dat heeft zo 14 keren zich herhaald. Maar dan, dus voor het kort te zeggen, 14... U bent dus 14 keren opnieuw door... Vrijgelaten en aangehouden, ja. Of liever aangehouden en vrijgelaten. Dus die periode heeft, laten we zeggen, 3 maanden geduurd? Die heeft, 4 maanden geduurd.
van 6 december is de aanhouding voor het eerst gebeurd en de laatste vrijlating is 24 december gebeurd. Mevrouw heeft het gerecht. De 21ste augustus 1944, dus ongeveer 2 weken voor de bevrijding, had Antoine Delfosse als minister voor Justitie te Londen een omzendbrief met richtlijnen en schikkingen uitgevaardigd met het oog op het interneren van hen die van collaboratie verdacht werden. Met het oog op een snelle uitvoering, volstrekt noodzakelijk voor het behoud van de openbare rust in ons land bij de bevrijding, werd de internering benevens aan de procureurs des konings, de krijgsauditeurs en de veiligheid van de staat hoofdzakelijk toegewezen aan de wettelijk benoemde of aangestelde burgemeesters die daarvoor een beroep moesten doen op politie en rijkswacht. Benevens het feit dat een groot aantal oorlogsburgemeesters waren aangesteld en dus niet in aanmerking kwamen, bewees het voorgeschreven beroep op de sedert geruime tijd ontwapende rijkswacht en politie alleen al hoe moeilijk het was om zich te Londen een realistisch beeld te vormen van de krachtverhoudingen in ons land en van hetgeen in het bevrijde land mocht verwacht worden, niet alleen een uitbarsting van onmiddellijke vreugde en uitbundigheid om de herwonnen vrijheid, maar tegelijkertijd een uitbarsting van meer dan 4 jaar lang opgekropte wrok en haat, die ook al bij de bevrijding na de Eerste Wereldoorlog in 1918, maar dan in veel beperkter mate, tot uiting was gekomen. Hoe groot de afstand was tussen hetgeen in Londen was bedisseld in zaken inmenging van de burgemeesters bij het doen oppakken en interneren van in civieke eensdeels en de realiteit anderdeels, blijkt bijvoorbeeld uit de wederwaardigheden van Fernand Hermans, een van de vele gelijkaardige gevallen. Advocaat Fernand Hermans werd bij de bevrijding dienstdoend burgemeester van de stad Diest, nadat de oorlogsburgemeester en NVNV'er Jules Vertessen naar Duitsland was gevlucht. Een paar maanden later zal Fernand Hermans dan benoemd worden en nog later zal hij gedurende meer dan 20 jaar volksvertegenwoordiger zijn. Van zodra de Duitsers verdwenen waren, verzamelde een onverwacht groot aantal verzetslui zich op de Grote Markt en begonnen onmiddellijk de ingang van het stadhuis met munitie vol te stouwen. Waren er toen bij diegenen die zich te Diest daar op de markten, de vijfde daar, als verzetslui uitgaven, personen met een strafregister? Wel, op zeker ogenblik is de politiecommissaris, die dus altijd geassisteerd was door de inspecteur Tulkens, mij komen zeggen dat zij hadden bemerkt dat er verschillende waren bij de weerstand die een strafregister hadden. En dat men toch ten alle prijzen dat moest uitschakelen. Dat die mensen in de weerstand bleven en tevens op de lijsten stonden van de verdachte burgers, zal ik maar zeggen. Ik heb een affiche kunnen zien die uitgehangen is geworden door het Geheim Leger. Een affiche met een oproep tot de bevolking om, laten we zeggen, de zogeheten zwarten aan te geven. Gij weet toch wel van die affiche? Hè? Want gij... Of ik het weet. Ja. Zoals ik u zei, de taak van de weerstand die ze zich onmiddellijk hebben toegeëigend, was al de echte en vermeende zwarten in civieken aan te houden. Daarvoor had men op zeker ogenblik een... Ik heb hier, als het u interesseert, ik heb hier die affiche. Wacht een ogenblik. Het bestuur van het ondergrondse leger verzoekt vriendelijk de bevolking de klachten wegens medewerking met de vijand, verklikking van burgers enzovoort schriftelijk en ondertekend in te dienen op de citadel te Diest. Nu is het voor iedereen duidelijk dat zoiets niet kan. Men moet bij de politionele overheid een klacht doen en niet bij de weerstand. Ik heb die affiche doen weghalen en ze vervangen door een andere die volgens mij juist opgesteld was, zoals het hoefde. Ja. En we hebben ze hier. Ah ja. Dus ten einde de bundels van verdachte personen op regelmatige wijze samen te stellen, worden de inwoners die wensen klacht neer te leggen tegen degenen die zich tijdens de vijandelijke bezetting
op vaderlands gebied onwaardige bedragen verzocht zich daartoe aan te bieden in het politiebureau, ondertekende de burgemeester Fernand Hermans. Nou, dat zal dus bij het verzet, bij het geheim leger van toen, zeker niet in goede aarde zijn gevallen. Hè? U begrijpt het. Dat is duidelijk. Dus, maar het resultaat is toch geweest dat men een aantal personen, collaborateurs of vermeende collaborateurs, heeft opgesloten. Waar heeft men die opgesloten? Die heeft men allemaal gebracht op de Citadel, zonder één regelmatig aanhoudingsbevel. En dat heeft zo geduurd tot de 9e september. Oh ja. Voor wat mij betreft konden we toen pas, en ik vind het vrij laat, beschikken over de teksten. Want de 9e... De teksten van? Van de procureur en van de minister enzovoorts, om te weten wat dus een burgemeester moest doen met de incidenten. Onderrichtingen van de minister voor Binnenlandse Zaken. De minister van Binnenlandse Zaken, Mikons, een circulaire over, uitgaande van de minister van Justitie. En die werd ons pas ter hand gesteld op 9 september. Toen waren in Diest reeds honderden mensen aangehouden door het geheim leger. Wanneer die circulaire ons werd gebracht door de bevelhebber van de Rijkswacht, hebben we onmiddellijk meneer Peters ingelicht en Henri gezegd... Peters, de leider van het geheim leger hier te Diest. Ja? Kijk, dat is onze taak. Elke aanhouding moet gebeuren door de burgemeester. Of beter gezegd, moet de burgemeester een opleidingsbevel ondertekenen. En dan kan men dat uitvoeren. Maar als dat niet gebeurt, is die opleiding van die inciviek niet volgens de regels van... Ja, onwettelijk, hè? Onwettelijk. Maar Sander Daags stuurde een van zijn medewerkers om te zeggen dat zij daar zich niks van aantrokken en dat de burgemeester geen recht had van één aanhouding te doen of van één bevel daartoe te geven, want dat zij dat bleven verzorgen. Om welke reden kan ik maar alleen gissen. Misschien heeft hij gemeend dat ik te wettelijk zou opgetreden zijn en dat dat niet volgens hun inzichten zou geweest zijn. Nu, wat is er hier te Diest in die citadel zoal gebeurd, meneer Herman? Ja, er zijn dus, zo, als iedereen weet, honderden mensen opgesloten. En er is het een en het ander gebeurd. Ja, dat is wat we juist vragen, wat er is gebeurd. Wel, men berichten ons dat bijvoorbeeld, om maar één voorbeeld te geven, Canadezen, daar werden toegelaten in de kamers van de vrouwelijke incivieken. Of vermeende incivieken. Of vermeende incivieken. Ja, dat moeten we toch bijzeggen, nietwaar? Er was geen oordeel te vellen op dat ogenblik, want er waren geen dossiers aangelegd. En die werden daar toegelaten, zegt u? En die werden daar toegelaten en die zouden daar, volgens dat men ons vertelde, dus nogal ernstige inbreuken op de moraal hebben gepleegd. Werden opgeslotenen in de citadel te Diest door het verzet afgeslagen? Dat moet zeker zijn, want ik heb een brief van de procureur des konings van Leuven, die mij schrijft dat hij vernomen heeft dat sommige gevangenen geslagen worden en dat ik verzocht word om een onderzoek in te stellen en om dat te doen ophouden. Dus ook zelf de procureur heeft dat gerucht gehoord. Ah ja. Nou, is hier te Diest ooit overgegaan tot ontgraving van iemand die in de citadel te Diest afgetroefd is geworden? Men heeft mij verzekerd dat dat gebeurd is. Het geheim leger had hier eigenlijk de macht in handen, hè? En niet u, hè? Heel meneer zeker. Hermans. Heel zeker. Te Diest ging het geheim leger zelfs zo ver dat het personen in de citadel opsloot die in de provincie Limburg na onderzoek waren vrijgelaten, maar door het Limburgs verzet dan aan de medestanders van Diest werden overgemaakt. Het parket van Leuven stuurde zelfs een substituut naar Diest op onderzoek uit. En hij heeft alles gedekt wat er daar gebeurd is geworden op de citadel. Met andere woorden, om het duidelijker te maken, is het zo dat Adrien Roger
dus die afgevaardigde van de procureur des Konings te Leuven, de speelbal is geweest van Peters en consorten? Zo zou ik het zeggen. Zo zou ik het zeggen. Die man heeft zich laten... Die heeft daar geen onafhankelijke rol gespeeld. Die heeft zich laten doeken doen. De procureur des Konings van Leuven, had u een brief geschreven waarin hij zei dat hij vernomen had dat daar de opgesloten werden afgeslagen. Ja. En dat u dat moest nagaan. En dat ik dat moest nagaan en moest verhinderen. En, moest en daarom bent u naar de Citadel gegaan. En dat moest ophouden, schrijft de procureur. Dat moet ophouden. En ik ga dus, onmiddellijk, geassisteerd door de adjunct politiecommissaris naar de Citadel. Maar ik word verhinderd van de toegang. Men laat mij niet toe van op de Citadel te komen. Wat zeiden die wachters van het verzet? Wat zeiden die? Ja, die zeiden dat ze dus opdracht hadden gekregen om iedereen van de Citadel af te houden en dat ik er niet mocht doorgaan. Hermans bracht de procureur meteen op de hoogte en drong erop aan dat alle opgeslotenen onmiddellijk naar de kazerne te Leuven zouden overgebracht worden. Een volle maand na de bevrijding heeft het geduurd alvorens hiertoe werd overgegaan. U heeft eigenlijk ervaren, meneer Hermans, wat het betekent. Men zegt dat soms in het Frans, force prime le droit. Dat heb ik goed ondervonden. Er was daar niks tegen te beginnen, tegen de macht van die geheimleger, van dit geheimleger. Tegenstaande het optreden van een aantal verzetslui bij en na de bevrijding sterk is aangevochten geworden en inderdaad meer dan eens van erg bedenkelijke aard is geweest, dient nochtans gezegd dat in zijn geheel gezien het opsluiten van echte en vermeende collaborateurs deze uiteindelijk voor nog veel erger heeft behoed. Dat veel erger heeft zich bijvoorbeeld vlak bij ons in Frankrijk voorgedaan. In februari 1945 deelde de Franse socialistische minister voor Binnenlandse Zaken, Adrien Tixier, aan kapitein de Wavrin, alias verzetsleider Passy, de chef van de politieke politie van de Gaulle, mede, dat volgens de toen ontvangen verslagen in Frankrijk tussen juni 1944 en februari 1945 zonder enige vorm van proces 105.000 personen waren vermoord. Recent onderzoek leverde evenwel niet zulke ongemeen hoge cijfers meer op, maar toch dat alleszins ongeveer 40.000 personen in Frankrijk zonder tussenkomst van het gerecht tijdens de bevrijdingstijd werden omgebracht. In ons land zou het aantal moorden op van incivisme verdachte personen op minimum 60 en maximum 117 mogen geraamd worden. Ligt dit aantal dus relatief veel lager dan in Frankrijk, zoveel lager dat er zelfs van een vergelijking qua aantal geen sprake kan zijn, dan wijzen de in ons land begane moorden alleszins niet op een grotere discipline in zaken wreedheid en onverbiddelijkheid bij de straatrepressie. Hierna volgen daarvan slechts enkele voorbeelden. En de jongens van de Vlaamse wacht, die niet ontsnapt waren naar Duitsland, die hebben heel veel geleden. Ik wist zeer goed dat wanneer we hier achterbleven, dat we gingen ten offer vallen aan het opgehitste gepeupel en dat we gingen gelinched worden. Daar waren we vast van overtuigd. En dat is, jammer genoeg, inderdaad ook gebeurd met sommige van ons mensen die niet tijdig zijn weggeraakt. Gelinched? Jawel. Een van die Vlaamse wachters was Norbert Nijrink, beroepsofficier van het Belgisch leger, die vanuit het kamp voor uitgekozen Vlaamse krijgsgevangen officier te Loekenvalde in 1941 naar Vlaanderen werd gestuurd en hier luitenant werd bij de Vlaamse wacht die het toekomstig Vlaams leger moest worden. Het was mijn luitenant in 1941 bij de toetreding tot de Vlaamse wacht. En ik herinner me nog als anekdote dat er dus bij een oefening, bepaalde oefening, een Duitser kwam kijken. En hij zei ter plaats rust en die officier moest eerst weg in dat oefening verder ging. Hij wilde dus van geen verduitsing geweten, geen Duitse bevelen aanvaarden. Hij is dan weggegaan. Hij is dan beland bij de Zwarte Brigade.
met de Tollarenmars. Kort nadien is hij naar de voedselcoöperatie gegaan. En ik ben er altijd in contact mee gebleven. En die luitenant was de stimulans voor onze actie in de Vlaamse Wachten. En met Nederland 1. En tegen de verduitsing en tegen zeer de eetaflegging op Adolf Hitler. Dat was grotendeels onder zijn impuls dat ik die werkingen in de Vlaamse Wacht gesticht en bewerkt heb. Bij de bevrijding meende Nijrink dat hem niets te verwijten viel. Dat hij zoals elke andere dag voor de bevoorrading van de bevolking moest zorgen. En trok hij naar zijn kantoor in de Landbouw- en Voedingscorporatie te Brussel. En luitenant Nijrink is daar weggesleept geweest door weerstanders. Waarschijnlijk weerstanders beoordigen tot de actieve dienst. Dus actieve militairen die aan de weerstand gegaan zijn. En ze hebben hem weggesleept en ze hebben hem ergens naartoe gedaan in een klooster. En dan neergeschoten, vermoord. Zonder vorm van proces. Het geval Hulto. Wat heeft er zich met dat gezin Hulto voorgedaan? Wel, direct bij de bevrijding, of beter gezegd, de dag voor de bevrijding, dus op 5 september, is men in dat huis binnengegaan, volgens mijn meis komen zeggen, en heeft men de 3 personen, dat wil zeggen mevrouw Hulto, en haar 2 dochters neergeschoten. Men, wie is men? Dat was ongetwijfeld uit de kringen van de weerstand, van het geheim leger. Het geheim leger, ja, daar twijfelt u niet aan? Dat twijfel ik niet aan. Dat twijfel ik niet aan. U weet wie, dat het leden waren... Wie naam te noemen is, kan ik niet zeggen. Nee, maar u weet dat het leden waren van het geheim leger. Zo werd het ons gezegd. Hoe oud was mevrouw? Mevrouw was 50 jaar, ze was de weduwe van een militair, een hoger officier. Van het Belgisch leger. Van het Belgisch leger, die overleden was voor de oorlog. En mevrouw Hulto was 50 jaar. En Hulto Anna was 19 jaar en de jongste Gilbert was 17 jaar. 17 jaar. Ja. En die zijn geschoten geworden, alle 3, maar niet dood. En wat ik vermoed. Waar zijn ze neergeschoten geworden? Waar? In hun huis. Ah, in hun huis? In hun huis. Ah ja. Michel Thijstraat 52. En wat hebben dan de verzetslui van het geheim leger gedaan? Men heeft mij verzekerd. Nadat ze de 3 vrouwen Hulto hadden neergeschoten. Maar dat heb ik nu pas vernomen. Men heeft de deuren gesloten. En de voordeur. De voordeur gesloten en men heeft de 3 daar laten liggen. Die nog leefden? Die nog leefden. Maar verder kan ik ze waren dus niet op slag dat door. Heb ik nu... Nee, want ik kan u ook bevestigen dat mevrouw s'nachts gestorven is. Om 12 uur, de 5e. De dochter is Hulto Gilbert, is de 8e gestorven. En Anna is gestorven de 16e. Waarom werden volgens u die 3 dames Hulto vermoord? Zeer moeilijke vraag. Men zegt dat die dames veel wisten. Veel wisten? Veel wisten. Van wie of van wat? Van mensen waar dat het beter niet van bekend was. Spreek vanzelf. Die daardoor misschien gecompromitteerd zouden kunnen worden. Wij hebben contact gehad met verscheidene nog levende daders van de moordpartij, maar geen van deze zogeheten verzetslui had zelfs na 45 jaar de moed om voor de tv voor zijn daden uit te komen. Wat bewijst hoe bitter weinig een na de bevrijding begane moord op een weduwe en haar 2 dochters uit de deftige burgerij van Diest met verzet te maken had. Met des te meer reden mag men zich de vraag stellen waarom niemand van deze 7-talige groep van het geheim leger, nog haar plaatselijke leider, enige vervolging, laat staan enige veroordeling heeft gekend en waarom nooit tot een ernstig onderzoek is overgegaan. Ook bij de familie Hulto, die een groot huis bewoonde, waren een paar Duitse officieren verplicht ingekwartierd. Zoals Fernand Hermans het liet verstaan, was dat toen al voldoende. Maar er was meer. Niet alleen was weduwe Hulto herhaalde malen bij de commandantour te Leuven ten gunste van stadsgenoten tussen beiden gekomen, maar daarboven zou ze heel wat over enkele verzetslui van ter plaatse hebben geweten. Sommige verzetslui van Diest zouden inderdaad tijdens de oorlog niet zo patriotisch zijn geweest dat ze zich niet tot smokkelen
met de zogezegde vijand leende. Deze wetenschap zou weduwe Hulto fataal zijn geworden. En men heeft dan maar meteen de twee dochters tijdens een waar bloedbad met herhaalde schoten in het hoofd en de buik afgemaakt. Het kon toch niet anders. Of die dochters moesten wel met die Duitse officieren hebben geflirt. Vooral als men weet dat de 19-jarige hoofddader door een van de dochters was afgewezen. Door de moordpartij was tenslotte het hele huisgezin Hulto verdwenen. Want na haar man, voor de oorlog, had weduwe Hulto in de zomer van 40 ook nog haar zoon verloren, die als 16-jarige met zoveel anderen naar Zuid-Frankrijk was geëvacueerd geworden en daarbij was omgekomen. En genadig is wel dat weduwe Hulto reeds in mei 44 herhaalde malen uiting gaf aan een sterk voorgevoel dat ze bij de bevrijding samen met haar twee kinderen zou sterven. Tot besluit kan het wellicht volstaan met het aanhalen van de woorden die de politiecommissaris en verzetsleider Frans Nijskens toevertrouwde aan verzetsman François Kommers vlak voor hij door de Duitsers naar een concentratiekamp werd afgevoerd waaruit hij nooit zou terugkeren. Een aanhaling. Gij met mijn broer Eduard moet ervoor zorgen dat er met madame Hulto niets gebeurt, want die moet al diegenen ontmaskeren die zich met de Duitsers rijk hebben gemaakt. Einde van de aanhaling. Anderdeels konden een aantal zogezegde verzetslui niet zo onmiddellijk de bestraffing van collaborateurs overlaten aan magistraten die ze zo weinig in het gewapend verzet hadden gezien, vooral niet wanneer die magistraten ertoe besloten verdachten na korte tijd vrij te laten. Dan namen die zogezegde verzetslui de wet in eigen handen en pasten zij, zoals te Aalst, het principe toe van vinden wij de ene niet, dan nemen we maar een andere. Bastien Verhulst, u was tijdens de Tweede Wereldoorlog gewapende verzetsman van de patriotische milities aangesloten bij het Onafhankelijkheidsfront. Enkele dagen na de bevrijding, begin september 1944, heeft u zich samen met een groep onder leiding van Rita Pletsier, vandaar de naam Groep Rita, van de patriotische milities losgescheurd. Van welke strekkingen waren die, was u zelf en die afgescheurde? Wel, die afgescheurde, dat waren dus socialisten, liberalen en katholieken. De overige die gebleven waren, dat waren de communisten. En die feitelijk in mijn ogen een machtsgreep wilden doen. Er was een zekere Bokken en een mevrouw Louise die naar Aals gestuurd waren een maand of drie voor de bevrijding. En voor de machtsgreep dus in handen te nemen. Ten gunste van de communisten. Van de communisten. Mm. En wij waren daar zeker en vast niet mee akkoord. Het begin was dus, in Aalst waren er misschien 40, 50 verzetslieden. Tijdens de oorlog. En het eerste wat die Bokken vroeg, dat was tenminste 200 banden voor te beginnen. Armbanden met OF op. Ja. En dat ging er dus meer dan 40 zijn, hè? Ah, wel, natuurlijk. Ja. Ze begonnen dan maar aan te sluiten. Al wie dat zich kwam aanmelden, weerstander en geen weerstander. Als ik aan Bokken zegde, maar ik heb die mensen in de oorlog nooit niet gekend, dan antwoordde hij mij, ja, maar zijn het patriotten, ja of nee? En wij waren dus niet akkoord. Ze gingen mensen aanhouden langs alle kanten met recht en op aanduidingen van valse geruchten en van... Dus ook niet terecht, hè? Terecht en te onrecht. Ten onrechte ook. Oh, ten onrechte ook, misschien meer als ander. Op valse verklaringen en op naamloze brieven werd er allemaal te werk gegaan. En geruchten en zo? Ja, en geruchten. Dat was mee honderden dat er aangehouden werden en die zaten in de pupillenschool en zelfs nog een gedeelte in het Atheneum. Uh-huh. Dat ze er geen weg meer mee konden. Ja, ik heb ergens vernomen dat op een zeker ogenblik, maar dat is dan waarschijnlijk heel wat later, het verzet die opgesloten collaborateurs of vermeende collaborateurs allen heeft vrijgelaten. Hoe verklaart je dat? Ah, wel ja, op zekere dag kwam er dus het bericht dat het verzet al hun wapens moesten inleveren. Dat stond natuurlijk die mannen niet aan. Die hebben hun geweren daar op een hoop gegooid. Ze hebben de pupillenschool opengezet en aan al die, wie dat daar was gezegd, mocht allemaal naar huis gaan.
Ja, en ze hadden zoveel moeite gedaan om ze allemaal te gaan oppakken. Ja, 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 natuurlijk. Maar meneer, vermeende collaborateurs zijn niet alleen door het verzet vrijgelaten, hè? Maar ik zou zeggen in de eerste plaats en het vroegst, vooral door het Belgisch gerecht. Het Belgisch gerecht. Ze gingen dus met sommigen werden van die aangehouden, werden naar Dendermonde gebracht, waar ze onder oor kwamen. En als ze van die mensen geen onvaderlandslievende daden konden voorleggen, werden die vrijgelaten. Oh ja. En zo zijn er nog een heleboel van die vermeende collaborateurs vrijgekomen. Vrijgelaten, ja. Maar als nou dat Belgisch gerecht, zoals u zegt, die vermeende collaborateurs vrijliet, hoe reageerde die verzetslui van het laatste uur, zou ik zeggen? Die waren woest. Die waren woest en die zouden die mensen terug gaan willen aanhouden of zouden, ik weet niet, gewelddaden gepleegd hebben. En zijn die gebeurd, die gewelddaden? Ah wel, ja. Dat heeft natuurlijk een in Aalstier twee moorden teweeggebracht. Aha. Onder andere Laten we met de eerste beginnen. Ah wel, ja. Dus de Vos, schoolmeester. Herman de Vos. Ah, ja. Herman de Vos. Wie was die Herman de Vos? Herman de Vos, dat was een onderwijzer. Hij was vader van een groot gezin met 11 kinderen. 11 kinderen? 11 kinderen. Hij was secretaris en stichter, geloof ik, ja, van Kinderzegen, Vlaamse Kinderzegen. Ah, de Vlaamse Kinderzegen, Vlaamse, ja. Kinderzegen. En, maar politiek gezien? Was VNV'er. Maar hij heeft wel zijn ontslag gegeven in 42. Ah, reeds in 42? In 42, van de was lid tot in 42. Oh ja. En wat is er bij de bevrijding met, dus ik bedoel in de septemberdagen 44, ja, ja, wat is er dan met hem gebeurd? Ah wel, meneer de Vos was dus aangehouden, zat in Dendermonde, is vrijgelaten. Door het Belgisch gerecht? Door het Belgisch gerecht, ja. Na enkele dagen? Na enkele dagen. Ik geloof dat dat de 9e of de 10e september, ja, al was dat hij vrijgelaten. Oh, dat was zeer vlug dan. Zeer vlug, ja. En hij was vrijgelaten op grond van de overweging? Omdat er tegen hem ook geen onvaderlandse daden konden voorgelegd worden. Hey. In hetzelfde geval van Herman de Vos was ook Jef van Overstraten, voorzitter van de Vlaamse Toeristenbond, regent-leraar aan het Atheneum te Aalst, waar ook tot 1941 Jef van de Wiele leraar was geweest en die onder de jeugd in het Atheneum meer kwaad heeft verricht als dat er in 10 colleges kon gebeuren. Dus die Jef van Overstraten was dus ook eerst aangehouden geweest? Jef van Overstraten was aangehouden geweest en was ook door het Belgisch gerecht vrijgelaten te Dendermonde. En wat dat dan als reactie verwekt hier bij die mannen van de patriotische milities? Die mannen van de patriotische milities die waren zo woest en waren kwaad om al die vrijlatingen dat ze besloten van Overstraten te verboden. Een voorbeeld te stellen. En dat er moest een voorbeeld gesteld worden en dat was, zouden ze dus van Overstraten gaan vermoorden. Van Overstraten was ook de vader van Toon van Overstraten die aan het Oostfront was. Ah, ja. En ze zijn dus die Jef van Overstraten gaan ophalen? En ze zijn die Jef van Overstraten gaan ophalen en die was niet thuis. Ze hebben hem dus gevonden? Ze hebben hem niet gevonden, hij was niet thuis. En Van der Vegen heeft daarop dus voorgesteld de Vos te gaan aanhouden, die ook ene was die door het Belgisch gerecht was vrijgesteld. Ze zijn ermee naar Aalst gereden, aan het kerkhof, waar ze hem dus vermoord hebben en doodgeschoten hebben. Aan het kerkhof? Aan het kerkhof te Aalst. En daar is de Sanderdaags de Vos dus gevonden door voorbijgangers, ja, ja, vermoord aan het kerkhof. Nou, dus conclusie, had men Jef van Overstraten gevonden, dan was die vermoord geweest. Had men Jef van Overstraten gevonden, dan was er van de Vos nooit geen sprake geweest. In onze vorige reeks over de tijd der vergelding hebben we aangetoond hoe de aanslagen van het verzet en de reactie hiertegen van de collaboratiekringen in het laatste bezettingsjaar hebben geleid tot een ware burgeroorlog, vooral in Limburg en het Leuvense. In de zomer van 1944 ging geen dag voorbij of er vielen slachtoffers. Het totale aantal tijdens de bezetting vermoorde collaborateurs mag op 850 en het aantal door collaborateurs bij de tegenterreur vermoorde patriotten op 150 tot 180 worden geraamd. Bovendien waren ongeveer 13.000 verzetslui door de Duitsers terechtgesteld of in concentratiekampen omgebracht, om dan nog maar van de Joden te zwijgen. Zelden waren haat- en wraakgevoelens zo sterk gevoed geweest. En ongetwijfeld mocht verwacht worden dat die gevoelens bij de bevrijding tot uitbarsting zouden komen. En inderdaad, ook bij de bevrijdingsmoorden stond Limburg opnieuw vooraan. Alleen al in die ene provincie werden tijdens de septemberdagen van 1944
21 moorden gepleegd en zelfs 5 in enkele ogenblikken in één enkele stad Tongeren. De slachtpartij die zich de 9 september 1944 al daar heeft voorgedaan, blijft het voorbeeld van waartoe de zwakheid van de overheid kan leiden wanneer een groep partizanen de macht in eigen handen neemt. Wegens tijdsgebrek kunnen wij tot onze spijt deze slachtpartij slechts kort samenvatten met de hoop dat wij die later bij een andere gelegenheid als een case study omstandig zullen kunnen behandelen. De 9 september trok ongeveer 150 partizanen naar Tongeren, waar ze de in de raadzaal van het stadhuis verzamelde voor oorlogse burgemeester en schepenen, magistraten en andere notabelen onder druk zetten, om niet te zeggen opsloten, ten einde 20 incivieken op de grote markt voor de bevrijde en feestvierende bevolking terecht te stellen. Van 10 uur 's morgens tot 3 uur in de namiddag werd daarover een macabre, pijnlijke en urenlange discussie gevoerd, een afbieden zoals op een markt, een ware schacher met mensenlevens. Uiteindelijk capituleerden de notabelen en werden 5 plaatselijke, zogezegd zwarte prominenten, door de partizanen doodgeschoten. Nog de haastig bijgeroepen waarnemende provinciegouverneur, nog 2 eveneens in allerijl bijgehaalde geallieerde officieren konden het bloedbad verhinderen. 6 jaar later, in 1951, kwam het na veel touwtrekken toch nog tot een proces. Maar alle beschuldigden gingen vrij uit. Sommigen kunnen zich nog erover verwonderen dat in Vlaanderen, namelijk te Tongeren, door een verzetsgroep van de partizanen bij de bevrijding 5 zogeheten collaborateurs, vooraanstaande van de stad, werden vermoord. Ze menen dat zulks niet representatief voor het optreden van het verzet is geweest. Maar wat te zeggen dan van hetgeen zich de 4 september 1944 in het Waalse dorpje Ligny, ten noorden van Charleroi, heeft voorgedaan, waar 1 enkele verzetsman op de dag van de bevrijding 5 dorpsgenoten in koelen bloede achtereenvolgens neerschoot, die hier toen nochtans geen voldoende aanleiding hadden gegeven. De verzetsman de Moigny zette zijn bevrijdingsdag in met het doodschieten van een rechtssympathisant, Jules Denis. Deze was, zoals de andere dorpelingen, naar de voorbijtrekkende geallieerde kolonnes komen kijken die het dorp hadden bevrijd. Vandaar trok de Moigny naar de dorpsschool. C'est dans cette école-ci que 3 autres personnes ont été tuées par ce Lucien de Moigny. Oui, c'est dans cette école que 3 autres personnes ont été tuées par Julien de Moigny. Et c'est qui ça, ces 3 autres personnes? Il y avait Zachary Stenier. C'était qui ça? Oh, c'est un Rexis de village. Oui. Et le deuxième là? C'était son beau-fils, Suin. Ah, Lucien Suin, oui. Lucien Suin. Et c'était aussi un rexiste connu, quoi? Bah, oui, c'était connu dans le village comme des rexistes. Oui. Membre du mouvement? On ne les a jamais vus habillés en costume. Ça, on peut jamais pas... en uniforme? Ah, non, on ne les a jamais vus en uniforme. On disait que c'était des rexistes, mais il y avait, pas plus. Il y avait une animosité de la population contre ces deux-là? Non, on ne peut pas dire. Non, ils parlaient avec leurs voisins, ils étaient d'accord avec tout le monde. Ils étaient acceptés, quoi? Ils étaient acceptés. Ah oui. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ces deux-là? Ah bien, on les a été chercher à leur maison. Donc, M. de Moigny, avec quelques autres personnes, ont été chez eux là-bas, chez Zachary Stenier. Ils ont ramené ici dans la classe. Et ils ont tué ici dans la classe. Et la troisième personne? Et la troisième personne, c'est Madame Julia Shep Cavalier, d'abord. Elle était aussi rexiste? Ben... Vous hésitez? Oui, j'hésite, parce que... Oui. Elle était connue comme quoi? Ben, on disait qu'elle faisait avec les Allemands. Elle faisait avec les Allemands? Oui. Elle recevait les Allemands? Ouais, on a vu ça. Pour jouer aux cartes? Ah, ça, c'est autre chose. Oui. C'était pour jouer au camp, parce qu'il n'y avait pas simplement des Allemands qui avaient chez elle, il y avait même des anciens, des résistants que j'ai vus là-bas aussi. Et cette madame Shep est même intervenue auprès des Allemands pour 2 gars qui devaient être déportés en travailleur obligatoire. Ces 2 gars ne sont pas allés en Allemagne, ils sont restés à Ligny. Et c'était connu ici dans la commune qu'elle était intervenue en faveur de ces 2-là? Ben oui. C'était même connu, généralement. Ben oui, vu que je le savais bien, donc.
Et son mari, où était-il? Son mari, c'était un prisonnier de guerre. Elle était seule, donc? Elle était seule. Dans le village, parlant de ces trois personnes, y compris donc la dame Chap, là, Chep, plutôt. Chep Cavalier. Est-ce que les gens n'aimaient pas cette femme-là et ces deux autres? Ben non, il est accepté, tout le monde parlait avec, ça n'est pas pour qu'on leur parlait, on parlait avec tout le monde. Et ici, à Ligny, c'était assez connu qui faisait partie de la résistance. Généralement, c'était connu. Ben oui, oui, parce que moi, j'avais à peine 15 ans et je connaissais le nom de presque tous les résistants qu'il y avait. Donc, c'est-à-dire que Zachary, là, Zachary Stenier et son beau-fils, là, Lucien Suin et cette dame-là, Chep, elle connaissait comme les autres le nom des résistants. Bien oui, c'est moi, étant, je vous dis, à peine 15 ans, je les connaissais. Je ne vois pas pourquoi ces personnes-là n'auraient pas pu les connaître aussi. Et pendant la guerre, les résistants n'ont jamais été ramassés? Ah non. Donc, c'est-à-dire que ces rexistes, ou soi-disant rexistes, ou sympathisants du rexisme, n'ont jamais donc dénoncé ces résistants? À ma connaissance. Non, étant donné qu'ils n'ont jamais été ramassés. Non, à ma connaissance, non. Donc il y a déjà Jules Denis, oui. Il y a Zachary, oui. Stenier, il y a Lucien Suin, et il y a la dame Chep Cavalier, ça fait déjà quatre. Il y a encore un autre qui a été tué par ce même Julien Demony. Oui, 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 oui. On appelait, ça devait être André Boll. André Boll, oui. Oui, ça doit être André Boll de Fleurus. Maar daarmee was het nog niet gedaan. André Boll uit Fleurus, zeker geen rexist en evenmin een sympathisant, wel in tegendeel, was de ochtend van de bevrijdingsdag door aftrekkende Duitsers ertoe gedwongen geworden hen tot aan de grote weg naar Marbais te leiden. Eens daar lieten ze hem gaan. Opgewekt was André Boll aan zijn verloofde Teligny komen vertellen hoe hij heelhuids uit de handen van de Duitsers was geraakt. Maar Demoigny had Boll met de Duitsers samengezien en meteen daaruit afgeleid dat Boll de Duitsers vrijwillig had geholpen. Met alle gevolgen van dien. Wat heeft Demoigny gedaan? Après avoir tué madame Chep, il est revenu sur ses pas. Il est arrivé ici à la maison, il a ouvert la porte et il a battu cet homme-là comme un chien, autant dire. Là dans la cuisine, au pied de sa fiancée, il l'a tué ainsi. Et la fiancée? La fiancée, elle a fait une dépression. Elle a même voulu se noyer sur le coup. Pour moi, c'était un crime. Elle ne devait pas tuer ces gens-là comme ça. Sans témoignage, sans rien du tout. On les a tués, c'est tout. Pas de procès, rien. Et lui, est-ce qu'il a eu des ennuis après le Demoigny? Oui, je crois qu'il a été arrêté 2-3 mois, mais pas plus. Après, il a été relâché directement. Relâché. Oui. In ons tweede programma over de straatrepressie zullen wij het hebben over de vele gevallen van sumieren en willekeurige behandeling van echte of vermeende incivieken bij de bevrijding en in de onzalige weken en maanden daarna. Over de mishandeling, de onteringen en mateloos menselijk leed. Over de kampen waarin tienduizenden maandenlang zonder enige vorm van proces werden opgesloten. En in mei 1945... Bij de terugkeer van de uitgemergelde overlevenden uit de Duitse concentratiekampen brak de straatrepressie voor de tweede keer los met opnieuw uitbarstingen van woede en haat, met gewelddaden, plunderingen, brandstichtingen en ook dan nog moorden die ongestraft bleven. Nog een goede avond.